Oh nee, politie. Waar? Het is dinsdagmiddag, het is 4 uur, dames en heren, ga er maar lekker voor zitten. Nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En Martijn, jij kent het probleem wel, hè? Ik ken het probleem wel. Als je even wil winkelen en je wilt naar een winkelcentrum en je moet je auto kwijt. Is duur. Is heel duur. Is heel duur. Ja. Daarom gaan wij vandaag jullie laten zien hoe je gratis kan parkeren. En dan niet alleen, nee, we gaan ook laten zien hoe je er misschien een extra centje aan kan verdienen. Woe! Wat? 50 cent per 13 minuten, dat is meer dan 2 euro per uur. Die is gek. Maar dit is best wel brutaal wat we gaan doen. Nee, dan mag ik echt niet met de auto heen. Gaat hier langzaam de rij op. Toeter. Sorry. Dichter bij de deur. Ja, dat klopt. Ja, dit is een auto volgens mij. Dit is een auto? Ja. Dat klopt. Brommobiel, hè? Dit is een brommobiel. Ja, dat mag allemaal. Ja, oké, we worden gelijk aangesproken dat dit niet mag. Maar, zometeen mag het wel. Want kijk wat we nu gaan doen. Hier is hoor, de grote surprise show. Kan deze auto gaan winnen, jongens? Ja, we kunnen hem winnen. Kan deze auto winnen? Ik zou zeggen, laten we lekker shoppen. Laten we voor jou een leuke broek uitzoeken, Joost. Want deze broek, dat kan echt niet meer. Ja. Later, spelers. Je pet voor Joost. Hey Nelis, ja? Ik blijf nu wel heel chill om even lekker onze dingetjes te doen. Maar Juri staat natuurlijk de hele tijd te filmen of er mensen na het sms'en. Ja. Ze hebben even wat lekker springen. Ja, even een hotdogje of zo. Ja, toch? Dat is het zielig voor die jongen. Hey Julius, staat de auto er nog? Er staat er nog, lekker. Hey you! Kijk eens. Kijk eens. Een heerlijke hotdog voor je. Ja, dat vind ik lekker. Ja, het werkt wel. Iedereen kan kijken. Meer voor de deur kan je volgens mij niet parkeren. Nee, en kost je ook precies dit. Er zijn dus nu allemaal mensen aan het sms'en naar 4333. Voor de mensen die denken dat het geld naar ons gaat. Dat is natuurlijk niet waar. Nee, het geld gaat naar Make-A-Wish Foundation. Ja, wij hebben ook wel een hart voor zieke kinderen die een dagje uit willen. Zullen wij lekker terras op, jongens? Dat lijkt me een hele goede. Het is vandaag toch gratis parkeren. Dus... We parkeren weer voor de deur. Top ding. Heb ik hem eindelijk gewonnen? Ja! Yeah. Ik moet alleen even de politie in de gaten houden. Ja. Je weet het, politie in Amsterdam heeft geen fuck te doen. Nee. Het gaat niet op inbrekers zoeken. Nee. Dit soort dingen vinden ze leuk om te pakken. Ja. Dit werkt. We hebben even lekker op het terras gezeten, maar ik moet nog even naar de H&M. Okay. Even een nieuwe shirt kopen. Alles hier in H&M? Nee, die hebben ze in Amsterdam-Noord. Dan gaan we naar Noord. Yes. Gaat ze parkeren wederom. Kun jij meteen even een deeltje kopen? Oh shit. Oh, ze rijden gewoon de winkelboulevard op. Hup, de markt over. Ik kan echt niet hoor. Oh, ik word aangekeken hoor. Als blikken konden doden, dan was ik al best wel een paar keer dood geweest. Oh, meneer, pas op. Oh, pas op. Daar is het Niels. Ik zie het niet zitten. Oh nee, politie. Waar? Ja, hier links naast me. Politie? Ja.
Goeiedag. Goeiedag. Deze auto is zometeen te winnen. Ze hebben een strik en een bordje dat mensen kunnen sms'en. Dan kunnen we hem hier op het plein zetten. Oké. Deze is te winnen. Ja. Met dezelfde eigenaar van de auto? Ja. Oké. Heb je daar een heffing voor? Of heb je daar een heffing? Ja, precies. Niet bij me. Nee, ja, want je kan niet zo met de pindakjes alleen binnenrijden. Nee. Moet ik dan weer terug? Huh? Moet ik dan weer terug? Ja, we willen wel natuurlijk weten wat je, of je over toestemming hebt natuurlijk. Zodat je raam naar binnen te rijden. Zet hem maar even daar een cycle naar de parkeren. Ja, dat is goed. Ja. Kak. Die zijn er snel bij. Kak. Wat je kan doen is natuurlijk uiteindelijk is bezwaar aantekenen en je vergunning laten zien. Ja, ja, ik kan Heeft u iets van legitimatie waar u rijdt kentekenbewijs? Ja, ik heb geen kentekenbewijs. Nou jongens, 140 euro lichter. Oh. Goeie prank. We hadden gewoon beter een parkeerticket kunnen kopen. Echt hoor. Maar het was wel leuk. En als jullie het ook leuk vinden, dan moet je vooral deze even doen. Maar veel belangrijker juist. Ja. Want wij vinden dit goede doel echt oprecht heel erg goed. Dus sms als je wilt wens naar 4333. En dan steun jij met 3 euro Make a Wish Foundation. En het is gewoon niet gesponsord. Of nee, steun dit goede doel en maak even 140 euro naar mij over. Tot volgende week. Dat zou ik vooral niet doen. Jij hebt de bon gekregen, jij betaalt hem. Ik kan niet betalen. Jongens, hallo! Jongens!